Ik ben Marco de Vos. Ik ben astronoom van origine. En ik ben momenteel managing director van Astron. Astron is het Nederlands Instituut voor Radiosterrenkunde. En ik heb mijn wortels dus in de sterrenkunde en ben daar nog steeds mee bezig. Ja, ik ben heel gefascineerd geweest altijd door de sterrenkunde. Niet zozeer als amateur-astronoom. Maar vooral hoe je door dat wat het heelal op ons afstuurt, daar nog zo ontzettend veel over te weten kunt komen. Kijk, het heelal, dat is een beetje het grootste lab dat er bestaat. Nee. En dat hebben wij als astronomen tot onze beschikking. Hoeven we nog niet eens voor te betalen ook. Laten ze het niet horen. Maar je kan er zo verhipte slecht bij. Dus sterrenkunde is een heel, dat noemen we een observationele wetenschap. Is heel erg gedreven door waarneming. Je kan de prachtigste theorieën bedenken. En dat wordt ook wel gedaan hoor. Mm-hmm. Maar het controleren, dat is toch best nog wel een vak apart. Ja. En dat is heel fascinerend hoe ver je dan kunt komen. Maar tegelijkertijd laat je dat inderdaad ook zien. Dat er nog best wel behoorlijk wat gaten in onze, ofwel in onze kennis zitten. Ofwel in hoe we het kunnen controleren of het allemaal wel klopt wat we bedacht hebben. Je kan op een heleboel verschillende manieren naar de sterren kijken. Je kan er door mooie schoonheid, beperktheid van ons kleine mensjes in dat grote heelal. Dat is allemaal goed, daar is helemaal niks mis mee. Je kan het ook negeren. Nou, dat vind ik dan een beetje kort door de bocht. Ja. Als wetenschapper kijk je ernaar en probeer je te begrijpen hoe werkt het. Wat zijn die sterren dan? Maar als wetenschapper moet je ook de vraag stellen van ja, hoe kom ik er nou achter of dat klopt, dat beeld dat ik heb? Dat die dingen op kernfusie draaien, daar zijn we ook pas achter gekomen na een heleboel missers. En ja, zo werkt wetenschap. Je moet erachter zien te komen. Ik heb een prachtige theorie, Eureka, al dat soort mooie kreten. Maar klopt het ook? In veel wetenschappen heb je dan een lab waar je proefjes kunt doen, om het zo maar even te zeggen, in oude natuurkunde practicum termen. Ja. Wij hebben het toch vooral te doen met wat op ons afkomt. En dat is straling. Dat is elektromagnetische straling, met een deftig woord. Dat is licht, en dat is radiogolven, dat is infrarood licht, ultraviolet. Dat hele spectrum zit erin. En daarnaast nog deeltjes, kosmische deeltjes. En daar doen we het mee. Wat wij willen weten is, wat is onze plek in het heelal? Hoe zit ons melkweg, onze zon, hoe zit die in die grote kluit van sterren? Tot midden vorige eeuw dachten we nog dat we redelijk in het centrum zaten en dat het steeds ijler werd naarmate je verder wegging. Dat is namelijk hoe het eruit ziet op het eerste gezicht. Ja. Inmiddels zijn we erachter dat wij in een arm zitten van zo'n spiraalvormige kluit van heel veel sterren, die op zich helemaal niet uniek is. Zoveel zijn er veel. Als we over 10 jaar nog steeds tot de wereldtop willen behoren in Nederland met radiosterrenkunde, en dat behoren we nu, dan moeten we nu zorgen dat we de nieuwste technieken, ook als het gaat om netwerken, om computers, dat we die neerzetten. LOFAR is een heel nieuw soort concept. We proberen niet één hele grote telescoop te maken. We proberen juist met een heleboel kleine antennetjes die over een heel groot gebied uitgespreid zijn, een extreem gevoelige telescoop te maken. Nou, dat is nieuwe technologie. Er is een heel aantal stations, veldjes met dat soort antennes. En die hangen allemaal met glasvezels aan elkaar. En die hangen weer allemaal aan elkaar aan één hele grote supercomputer. Nou, een van de dingen die ons altijd beperken, maar dan kom je zo gulzig over als sterrenkundige, is gevoeligheid. Kijk, met LOFAR kunnen we dat moment waarop het licht in het heelal aanging weer, dat kunnen we vaststellen waar het zit. Dat is een van de belangrijke wetenschappelijke doelstellingen van LOFAR. Als je het nog beter wil meten, dan zal je toch op de een of andere manier meer fotonen, meer straling uit het heelal moeten opvangen. En dat enige manier om dat te doen is een grotere telescoop. Vroeger was het probleem in sensornetwerken, hoe krijg ik die data gegenereerd? Nou, dat is nog steeds niet triviaal, maar wat nu echt het probleem is, hoe doe ik er wat zinnigs mee? Straks loopt half Nederland rond met allerlei geweldige apparaatjes van personal medical systemen. Niemand heeft enig benul wat de foutenbalken op een aantal van die dingen zijn. Dat is buitengewoon onnauwkeurig spul in een aantal gevallen. Ja. Op het gevaar af dat ik nu de fabrikant over me heen krijg rollen. We hebben een paar van die dingen doorgemeten en er zit heel veel variatie in. Nou, is dat op zich geen probleem,
Maar dat betekent dat je een aantal van die dingen moet combineren. Wil je echt iets kunnen zeggen over hoe gezond jij nog bent? Dat vraagt om heel veel gegevens slim combineren. Om modellen van hoe werken die apparaten, hoe werkt het menselijk lijf, hoe zit de omgeving in elkaar. En dan kun je eens een keer wat zinnigs gaan zeggen. Uiteindelijk is menselijk brein het ding dat die laatste interpretatieslag moet maken. Die ook de discussie moet aangaan met zijn collega's. Van wat hebben we nou gezien, wat hebben we nou begrepen. Die moet zich kunnen concentreren op het totaalplaatje. En dat vraagt dus om nieuwe soorten computerarchitecturen. Wij komen niet meer uit, niet alleen de sterrenkunde niet, maar straks in hele basale dingen als de security-industrie, maar in eigenlijk elke tak van wetenschap, komen we niet meer uit met het oude computer-centric model. Waar je de computer, de CPU zoals dat dan heet, centraal zet en dan ga je omheen eens wat geheugen douwen en je gaat er omheen eens wat harde schijven neerzetten. Het is die data waar het om draait. Die data moet je in het centrum zetten. En die vindt zijn vertakkingen dan wel naar andere stukjes data. En je moet die data de gelegenheid geven om zichzelf te processen haast. Dat is een nieuw model. Net zoals Lofar met die platte antennetjes een nieuw model was om te ontvangen, is dit een nieuw model om te rekenen. Dat noemen we data-centric computing. Waar je de data in het centrum zet en daaromheen ga je dan eens een keer verschillende soorten van processing organiseren. Een van de mooiste momenten was toen we de eerste set loopverantennes uitgerold hadden. Daar ergens in een modder bij Exlo in de buurt. En we zaten daar in een stralingsvrije cabine. En een van mijn ingenieurs die zegt van yes, kijk, het zit erin, het signaal. Het zit er waar we het hadden, ja. Verwacht. En het moment waarop je dan die eerste kaart, dit soort antennes ziet, de hele hemel tegelijkertijd. Dat is een van de concept changes die daarbij horen. Het moment dat je dan dus 30 seconden waarneemt. En een minuut later zie je inderdaad die hele hemelkaart. Waar je vroeger allerlei kanten op moest kijken of uren moest gaan zitten rekenen. Ja, dat zijn van die wauwmomenten. Ik wil dat wij verantwoorder om leren gaan met gegevens. Dat we meer aan de voorkant van onderzoeksprojecten denken. Hoe gaan we dit nou straks verwerken? Hoe gaan we die data opslaan? En niet maar lukraak aannemen dat er straks wel ergens een energievoorziening staat die onze supercomputers aandrijft. Dus dat stuk verantwoordelijkheid en daarmee ook helpen om de footprint van alle rekencentra naar beneden te krijgen. Als de sterrenkunde dienstbaar kan zijn aan het omlaag brengen van de ecologische footprint van de volgende generatie internet, de volgende generatie datacentra, dan ben ik een buitengewoon tevreden mens.